Iedereen heeft in zijn leven wel iets wat hij als gemis ervaart. En dat iets is terug te vinden in je horoscoop. En dat noem ik het punt van verlangen. In deze video vertel ik je wat het punt van verlangen van Amalia is en waarom het pijnlijker is en moeilijker voor haar dan voor de meeste mensen. Als je nou meer wilt weten over je eigen punt van verlangen, lees dan mijn miniboekje daarover. Ga naar www.leefjezielsmissie.nl. Dat gemis kan zich op verschillende manieren vertalen en hoe het zich uitspeelt in het leven van Amalia weten we natuurlijk niet. Maar er zijn grofweg 4 mogelijkheden. Er is 1 mogelijkheid waarin ik echt hoop dat het niet zal uitwerken in het leven van prinses Amalia. Want deze specifieke stand komt namelijk veel voor in het leven van mensen met een kinderwens. En dat kan een zeer pijnlijk verlangen zijn. Een andere manier waarop het kan uitwerken is een verlangen naar fysieke liefde en intimiteit. Mensen met deze stand in hun horoscoop blijven vaak ongetrouwd of hebben een seksloos huwelijk. Het kan zich ook manifesteren als een verlangen naar spiritualiteit, naar het pad van ascensie en naar het hebben van paranormale vermogens. Als laatste, en dit ligt in het leven van Amalia voor de hand, is het verlangen naar meer geld om de dingen die je wilt doen te kunnen doen. Amalia krijgt natuurlijk een toelage van de staat en de kans is groot dat er in de toekomst op beknibbeld gaat worden. Of dat nou terecht is of niet, het zal haar meer pijn doen dan wij zullen merken en haar het gevoel geven dat ze haar levensmissie niet kan volbrengen. Voor Amalia geldt, net als voor iedereen, dat als ze dit gemis kan transformeren naar een krachtpunt, het haar verlichting zal brengen en het haar in staat stelt haar zielsmissie eigenlijk volledig te leven. Ik zie in haar horoscoop interesse voor spirituele zaken, dus op zich heeft ze het in zich. Maar ze heeft een zodanige stand in haar horoscoop dat voor haar deze transformatie moeilijker en pijnlijker is dan voor de meeste mensen. Dat komt door de aanwezigheid van Chiron, die staat voor je diepste wond. Ze heeft de vrije keus, net als iedereen, om het pad van spirituele heling te lopen en daarmee de voltooiing van haar zielsmissie te bereiken. Dat zal niet makkelijk zijn voor haar, maar het zal haar wel diepe vervulling brengen. Als je nou meer wilt weten over je eigen zielsmissie, lees dan mijn boek Zielsmissie en het bijbehorende miniboekje over het punt van verlangen. Ga naar www.leefjezielsmissie.nl. Je kunt ook overigens naar een van deze video's kijken om meer te weten over je zielsmissie. En ik zie je snel weer. Heb een heerlijke, heel rijke dag.